Goedemorgen. Nederland is aansprakelijk voor de schade van kinderen en weduwen van mannen die in de jaren 40 zijn geëxecuteerd in Indonesië, in Zuid-Sulawesi. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmorgen besloten. Of alle nabestaanden die de Nederlandse staat hebben aangeklaagd ook echt een schadevergoeding krijgen, staat nog niet vast. Dat moet nog onderzocht worden. Het zijn zonen, dochters en vrouwen van Indonesische mannen die eind 1946, begin 1947 door het Nederlandse leger zijn geëxecuteerd. In het toenmalige Nederlands-Indië zijn zeker 3100 mannen doodgeschoten. Bijna 70 jaar geleden dus inmiddels. Maar Nederland kan geen beroep doen op verjaring. Meer over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag op onze site. Kort nieuws dan. Een spectaculaire overval op een Franse snelweg. Een grote groep gemaskerde en gewapende mannen heeft twee busjes overvallen en voor 9 miljoen euro aan juwelen buit gemaakt. De daders sloegen toe in de buurt van Auxerre en ze zijn nog spoorloos. De fractievoorzitter van de PVV in Gelderland, Marjolein Faber, die met fractiegeld het bedrijf van haar zoon betaalde, gaat vrijuit. De politiek in Gelderland besloot vanmorgen na een debat om geen verdere stappen tegen haar te ondernemen. De geplande megamoskee in Gouda komt er via een omweg mogelijk alsnog. Het prestigeproject zou vandaag eigenlijk weggestemd worden, maar is door de gemeenteraad voor vanavond van de agenda gehaald. Het idee is nu dat de moskee kleiner wordt en dus minder gelovigen zal trekken. En dat plan heeft de raad al omarmd, zegt verslaggever Alexander Bakker. De gemeente Gouda lijkt er alles aan te doen om een moskee op de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne te krijgen. En daar zullen ook vragen over komen. Er is natuurlijk in Nederland een scheiding tussen kerk en staat. Dus formeel zou je kunnen zeggen dat een gemeente er helemaal niet op gebrand zou moeten zijn om een moskee per se op een locatie te krijgen. Maar al met al krijgt Eldada nu een vierde kans. Vanavond komt de gemeenteraad gewoon bij elkaar. Dat zou kunnen leiden tot een motie van wantrouwen. Eerder haalde al een motie van treurnis het niet. Het is nog maar de vraag hoor of dat een meerderheid haalt. Maar het feit is dat het college in ieder geval weer meer tijd heeft gekocht. Want er zijn wel partijen die zeggen van over een kleinere moskee op de kazerne kunnen we wel praten. En zo via die weg zou er misschien toch nog een moskee kunnen komen op de kazerne. Aldus Alexander Bakker. Onze volgende update is aan het begin van de middag. Graag tot dan. Fijne dag verder.